Philip Klaas, nu het woord. 1 minuut. Ja, dank u voorzitter. Ik heb voor die Cuba-resolutie gestemd omdat het al bij al een behoorlijk kritische resolutie is voor het totalitaire regime in Havana. Ik zou tegelijkertijd ook van de gelegenheid willen gebruikmaken om de Raad op te roepen te stoppen met die pogingen om de betrekkingen met Cuba te normaliseren, terwijl wij nog altijd te maken hebben met een communistische dictatuur waar de mensenrechten op een flagrante manier overtreden worden. En ik zou willen de nieuwe hoge vertegenwoordiger ook willen oproepen om niet verder te gaan in de lijn van wat de commissie de voorbije legislatuur heeft gedaan. Ik noem daar de heer Louis Michel bijvoorbeeld, die herhaaldelijk op bezoek is gegaan in Cuba, zonder daar de minste kritiek te uiten op de situatie van de mensenrechten en de democratie. Ik denk dat dit totaal onaanvaardbaar is voor de Europese Unie om platte broodjes te bakken met de communistische dictatuur in Cuba. Dank u. Grazie. Ora la parola. Dank u wel, dan geef ik nu het woord aan afgevaardigde Czarnecki. Niet aanwezig? Oké. Verder niemand voor Cuba?